Hi, ik ben Erwin en in deze video leg ik je samen met Cindy uit hoe je succesvol een eigen onderneming kunt starten. Als je succesvol een eigen bedrijf wil starten, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zoals met veel zaken in het leven, begint het starten van een eigen onderneming met een idee. Je kunt toevallig tegen een bedrijfsidee aanlopen of je gaat er bewust naar op zoek. Maar geloof me, een goed bedrijfsidee komt meestal niet vanzelf. Inspiratie voor een eigen bedrijf kun je overal opdoen. Maar je moet jezelf er wel voor openstellen en er een beetje oog voor krijgen. Als je graag een eigen onderneming wil starten, maar je hebt nog geen idee hoe, dan kan het helpen om jezelf een aantal vragen te stellen. Zoals, wat is mijn passie? Waar word ik blij van? Waar is vraag naar? Is dat een bepaald product of dienst? Wie zouden je mogelijke klanten of opdrachtgevers kunnen zijn? En wat voor behoeftes hebben zij? Ook kun je nadenken over of er bestaande processen of handelingen zijn die je effectiever of efficiënter kunt maken. En hoe je jezelf of je product onderscheidend kunt maken ten opzichte van bestaande producten en diensten. Wanneer je jezelf deze vragen stelt, herken je wellicht een kans voor een nieuw bedrijfsidee. Zodra je een idee hebt voor een bedrijf, wil je weten of dit idee uitvoerbaar is. Ik heb een paar tips voor je. Maak eerst een stappenplan. Analyseer je idee en ga stap voor stap na hoe je dit idee het best kan realiseren. Bedenk wat je concreet moet doen om het van de grond te krijgen. Ook is het belangrijk om advies in te winnen. Leg andere mensen je plan voor, verzamel feedback van vrienden, familie, maar ook van professionele adviseurs. En misschien wel de belangrijkste tip, start niet zomaar een bedrijf, maar schrijf eerst een ondernemingsplan. Ook wel bedrijfsplan of ondernemersplan genoemd. Een ondernemingsplan schrijven is niet verplicht, maar wel ontzettend handig. Ook als je een financiering of lening wil aanvragen, heb je een ondernemingsplan nodig. Het is de beste manier om je bedrijfsidee te toetsen. Een ondernemingsplan geeft houvast, want je kunt er telkens op teruggrijpen. En het helpt ook bij de groei van het bedrijf, omdat je in je ondernemingsplan daar al concreet over nadenkt. Als je een plan gaat schrijven, houd dan rekening met verschillende scenario's. Zo ben je op elke situatie voorbereid. Dus denk flexibel en laat je niet afschrikken door de hoeveelheid werk en berekeningen. Die zijn er niet voor niets en zorgen ervoor dat jij weet hoe je van je bedrijf een succes kunt maken. Als je meer wil weten over het schrijven van een ondernemersplan, klik dan op het i'tje hierboven. De kosten voor het starten van een eigen onderneming zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je wil beginnen. Zo heeft een mobiele fietsenmaker een grotere investering nodig dan een freelance designer. Waar de een genoeg heeft aan een laptop, moet de ander een bus kopen, gereedschap en misschien wel personeel inhuren. Toch zijn er ook kosten waar elke startende ondernemer mee te maken krijgt. Ik zet de meest voorkomende kosten voor je op een rijtje. Ik zal beginnen met de opstartkosten die je eenmalig of soms maakt. De eerste kostenpost is het registreren van je bedrijf in het handelsregister. Dit ben je als ondernemer verplicht. Om dit te doen moet je naar de Kamer van Koophandel. Voor een eenmanszaak betaal je daar eenmalige kosten voor. Maar als je een BV of een VOF start, betaal je voor deze bedrijfsvormen ook notariskosten. Ook moet je rekening houden met de kosten voor een werkplek. En daarbij heb je bij een werkplek ook vaak een inventaris nodig. Of gereedschap. Dan heb je nog je vaste terugkerende kosten. Voor het hebben van een zakelijke rekening zul je kosten maken. Gelukkig is dit niet de grootste kostenpost. En bovendien zijn de kosten voor je zakelijke rekening fiscaal aftrekbaar. Een zakelijke rekening is niet verplicht, maar een aparte rekening voor je bedrijf is wel verstandig. Deze rekening staat los van je particuliere financiën, waardoor je gemakkelijker het overzicht bewaart. Voor je boekhouding is een zakelijke rekening ook handig. Denk bijvoorbeeld aan je belastingaangifte. Voor je boekhouding maak je overigens ook vaak kosten. Een goede boekhouder kan je geld opleveren, wordt wel eens gezegd. Maar ze rekenen wel een uurloon voor hun diensten. En mocht je zelf je boekhouding willen doen, veel boekhoudprogramma's zijn niet gratis. Nog een veel voorkomende post zijn vervoerskosten. Bedenk hoe je ter plaatse komt en of je daar een treinkaart of een bedrijfswagen voor nodig hebt. Mogelijk kun je deze kosten doorbreken naar je opdrachtgever. Wat ook geld gaat kosten, maar tegelijkertijd ook een lifeline kan zijn, dat zijn je zakelijke verzekeringen. Want een particuliere aansprakelijkheidsverzekering geldt vaak niet in een zakelijke situatie. Sommige verzekeringen zijn onmisbaar en andere handig. Ze kunnen je bedrijf redden in tijden van nood. En er zijn verzekeringen die voor bepaalde beroepsgroepen verplicht zijn. Als je een bedrijfsauto hebt, moet je deze ook verplicht verzekeren. Ook een arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheidsverzekering kan verstandig zijn. Daarnaast heeft bijna ieder bedrijf tegenwoordig een website. Die bouwen en onderhouden moet je dan ook tot je kosten rekenen. Dat geldt ook voor je telefoonkosten en voor andere marketingkosten. Als je de wereld wil laten weten wie je bent en wat je doet. En dan zijn er nog de grotere kostenposten. De belangrijkste grote kostenpost is de belasting en de btw-aangifte. Een handige tip,
Zet maandelijks geld opzij voor de belasting. Doe dit op een aparte rekening, zodat je dit niet per ongeluk kan uitgeven aan andere zaken. Hiervoor kun je een zakelijke spaarrekening gebruiken. Vergeet ook je pensioen niet. Dit wordt voor je als zelfstandige niet automatisch voor je geregeld. En heb je personeel nodig, dan is dit uiteraard ook een grote kostenpost. Toch kun je vaak veel kosten besparen als starter. Klik op het i'tje hierboven als je hier meer over wilt weten. Hoi, ik ben Cindy, expert op het gebied van starters bij Rabobank, de bank voor ondernemers. Als je een eigen bedrijf wil starten, dan is het openen van een zakelijke rekening bij Rabobank een mooi startpunt. Dat biedt je een opening tot allerlei voordelen. Zo bieden we ondernemers die korter dan 12 maanden staan ingeschreven bij de KVK, startersvoordeel aan. Je zakelijke rekening of Rabo ZZP-rekening is dan de eerste 6 maanden gratis. Ook je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kost je dan de eerste 6 maanden niets. Dat scheelt weer. Klik op het i'tje hierboven als je meer wilt weten over de voorwaarden van startersvoordeel. Met Rabobank ben je niet alleen klaar voor de start, maar ook gelijk klaar voor de toekomst. Met handige financiële producten die het ondernemen voor jou een stuk eenvoudiger maken. Zo kun je eenvoudig allerlei slimme financiële tools koppelen aan je zakelijke rekening, zoals zakelijke verzekeringen, een boekhoudkoppeling of een pinapparaat. En dat alles in één handige app. Ook helpen we je graag op het gebied van kennis en ontwikkeling. Op het online platform van Rabobank ikgastarten.nl vind je allerlei bruikbare tips en tricks voor als je een eigen bedrijf wilt beginnen. Vragen over bijvoorbeeld btw-aangifte doen of zaken als hoe bepaal je een uurtarief kun je hier eenvoudig terugvinden. Ondernemen is al ingewikkeld genoeg, daarom denken we graag met je mee. Laten we samen voor jezelf beginnen. Heb je een vraag over het starten met ondernemen? Laat het ons weten in de comments. Zo, je weet nu beter hoe je een eigen bedrijf kan starten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze video je vraag heeft beantwoord. Op het Rabobank kanaal vind je nog meer video's over het starten van een bedrijf, maar ook over andere financiële onderwerpen. Abonneer je dus vooral, want we helpen je graag verder. Hoi!